Hallo, jullie kijken nu naar een grote bruine doos. Want ik heb dit pakket in de post binnengekregen. Ik heb namelijk een heleboel Pokémon spullen, Pokémon ruilkaart spullen gekocht bij de Summoner. Ik heb ze zelf gekocht, dit is dus niet gesponsord. Maar de Summoner, als je die opzoekt op internet, die heeft echt hele goede prijzen voor Pokémon spullen. En we gaan dit openmaken. En als dit open is gemaakt, ga ik natuurlijk niet jullie zonder een pakopening laten zitten. Dus ik ga ook nog een pakje openmaken. Een pakje wat ik al heb. Maar ik wil dus die opening plus het pakje openmaken, wil ik aan jullie laten zien. Op deze vroege kerstochtend. Ja, want het is nu kerst als ik dit openmaak en aan jullie laat zien. Nou, wat zit hier nou in? Dat zal ik jullie laten zien. En je vraagt je misschien af, wat is dit, een rare kleine schaar? Dit is een nagelschaartje die ik hier heb liggen, die ik gebruik. Zo. Zo, even de boel opzij. Oké, nou, ik zie het al. Kijk, jullie kunnen het ook al zien. Er zit heel veel piepschuim in. Maar er zit een Evolutions Pikachu theme deck in met energy kaarten. En van het type energy, dus lightning energy. Dat is heel erg handig, die heb ik nodig. Die ga ik, dit zijn allemaal dingen die ik nog ga unboxen voor jullie. Hè. We hebben hier een hele stapel losse pakjes bij zitten. En het zijn Breakthrough en Evolutions pakjes. Die zitten erin. En deze twee, hier keek ik heel erg naar uit. Pokémon Elite Trainer Box met Charizard. Oh, hier is nog een pakje, zie ik. En een Elite. Zo, een Evolutions Elite Trainer Box Blastoise. Zo, even. Even opzij. Allemaal pakjes. En een Pikachu Thema Deck. Dit is wat ik allemaal gekocht heb. Dit ga ik binnenkort natuurlijk één voor één allemaal openmaken. Die trainerboxen, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik had eigenlijk de Pikachu Elite Trainer Box als een witte doos. Die had ik willen hebben, maar toen wist ik nog niet of ik dit leuk genoeg zou vinden. Dus toen heb ik die niet gekocht, waar ik spijt van heb. Want hij is er niet meer. Nou, jullie hebben dit gezien. Dit komt er dus allemaal nog aan. Dit zijn volgens mij iets van 10 pakjes of zo. Klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat klopt. Wat wij nu gaan doen is, wij gaan een pakje openmaken. En dat is eentje van de pakjes die ik al had. Zie je, deze heb ik hier nog liggen. Maar ik hou ervan om een voorraadje te hebben. En we hadden vorige keer twee keer Evolutions opengemaakt. Dus nu wordt het tijd voor een Steam Siege. Oké, daar gaan we. Steam Siege gaan wij openmaken. Nou, we hebben net een unboxing gehad. Dit is eigenlijk een beetje bonus. Het is kerst, dus een extraatje is helemaal niet erg. En wij gaan kijken wat er hier in zit. Even kijken. Ja. De code zit mooi afgedekt. Die zet ik opzij. Die ga ik straks invoeren. 1, 2, 3. Dit zijn de uncommons. En 1, 2. Dit zijn de rares. Oké, daar gaan we dan. We gaan beginnen. De eerste kaart is een basic kink kaart. Is het kink? Het is klink. Kijk, daar is hij. En die doet 10 damage en je mag 4 keer flippen. Dus hij kan in totaal 40 damage doen. Dat is netjes. Als ik hem hier neerzet, is hij dan te herkennen? Ja. Weet je, ik hou mijn kaart in beeld. Dan zie je dat ik de boel niet voor de gek hou. Maar ik ga even de camera naar beneden brengen. Dus het kan een beetje raar klinken. Maar dan kan je tenminste een beetje beter de kaarten zien die ik neerleg. Zo. En de tweede kaart is een Mareep. Thunderwave, flip a coin ook weer. En hij heeft tackle. En hij deze paralyzed. Paralyzed is heel erg handig. Burkmite. Ik zal trouwens een beetje proberen de Engelse benaming te doen. Want anders mogen jullie natuurlijk weer gewoon lekker mopperen in de comments. Dat weet je, dat hoort erbij. Ik vond het heel grappig. Een aantal van jullie hebben heel leuk gemopperd. Dus blijf vooral doen. Ik vind het leuk om te zien. Jullie kijken in ieder geval mijn video's. En jullie luisteren naar IJsblok. En hij doet 20. En
HP. HP staat voor hit points of health points. En dat staat gelijk aan je levens. Dus is een beetje hoe je het wil zien. Maar HP is hit points, health points. Welke je wil, maakt niet uit. Komt op hetzelfde neer. Maar het staat inderdaad wel voor het hoeveelheid levens die hij heeft. En hoe vaak hij geraakt kan worden. De volgende is Fungus. Even kijken. Playball. When you play this Pokémon from your hand. Dan... 3 Pokéball cards from your discard pile. Die mag je weer terughalen. De discard pile is, is de plek waar je Pokémon die je kwijt bent hebt neergelegd. Ik heb er 4. Dit is nummer 5. Dit is de laatste. Common als het goed is. Joltik. Ja, die doet attach. Hij is echt heel zwak. Maar ja, hij kost maar 1 energy. En zijn evolutions zijn waarschijnlijk heel erg sterk. Maar deze is dus heel erg zwak. Nu beginnen wij aan te komen bij de uncommons. Azumarill, die zien we, dat is dus ook een stage 1, kunnen we daar zien. Play Rough heeft hij en flip a coin en doet hij 30 damage als je, hij doet 30 extra damage als je goed gooit. Bubble Drain zie ik zelfs, haalt 30 damage van deze Pokémon af. Dus je hebt er wel veel energy voor nodig, maar hey, heel sterk. Greedy Dice, is het te zien? Ja, ik hou hem goed. You can play this card only if you took it as a face-down prize card. Nee, als je hem als prize card hebt gepakt, kan je hem gebruiken. En dan mag je nog een prize card pakken als je geluk hebt. Dus dit is een beetje een grote gok. Ik heb er nog 3. Dit is Drifblim, Eerie Wave. Hij heeft 100 hit points, 100 HP en 2 energy cards weg. Nee, oké, de 2 kaarten waar het om gaat, daar komen we nu bij. Welke doe ik eerst? Deze. Hey, dit is geen reverse holo. Dit is een gewone holo. Zie je dat? 150 hit points, 150 HP. During your opponent's next turn, any damage done by attack from the defending Pokémon is reduced. Je krijgt 40 minder damage. Heel erg cool. En wat doet Dark Burn? Je mag Dark Energy wegdoen. 50. Nou, je mag elke keer zoveel... hier kun je het een beetje zien. Zie je dat middelste icoontje? Die energy, als je die attached aan deze kaart en elke keer als je daar eentje van weg doet, dan doet die 50 damage. Dus als je daar heel veel aan die kaart hebt gekoppeld, dan verdien je, of dan doe je heel veel schade. En dit is een reverse holo. Ivoltal. Ik heb geen idee. Ivoltal, denk ik. En 130 HP. 30 damage doet hij gewoon. En 100 Darkness Blade. Flip a coin if Tails this Pokémon can't attack during your next turn. Ouch. Je doet 100 damage, maar als je verkeerd gooit, kan hij niet aanvallen de volgende beurt. Dus het is wel een risico, maar dan krijg je ook wel voor heel veel schade voor terug. Nou, dit waren ze. Je hebt de unboxing gezien. Je hebt mijn kaarten gezien. We gaan natuurlijk heel veel meer kaarten doen. De eerste week van januari wordt heel veel unpackings van kaarten, want dan heb ik weinig tijd. En dan ga ik dus lekker wat meer kaarten, want die kosten me niet zoveel tijd om op te nemen. En dan kunnen jullie naar ook iets kijken wat jullie toch heel leuk vinden. Hier kan je lid worden. Daar kan je lid worden van mijn vrouw. Daar zijn een leuke, 2 leuke playlists. Pokémon ruilkaarten en iets anders. Ik weet nog niet wat daar komt te staan. Druk op abonneren. Druk op dat belletje wat je hier ergens beneden ziet. En tot de volgende keer.